Nou, yes. Nou, poppenkast 37. We gaan het maar weer eens hebben over vaccinaties, hè? Want het is weer helemaal hot om mensen die geen vaccinatie hebben te bashen. En om sowieso allemaal met elkaars gezondheid te gaan zitten bemoeien. Terwijl niemand het heeft over elkaars gezondheid. Dus ja, wat ik gewoon wil doen is gewoon nog weer wat filmpjes erbij pakken. Zaken die ik heb gezien, zaken die me opvallen. Een beetje erover praten. En als je er iets van vindt, laat het weten in de comments. Dus hier hebben we hem gewoon weer. Veni, vidi, vaccinatie. Nummer drie, alles gaat fout. Nu alweer. Nummer drie, veni, vidi, vaccinatie. Nummer drie. Niemand op straat, niet 's avonds laat. Alles is dicht, brand niet eens licht. We kunnen nergens heen en ook niet te been. Dus we blijven staan, want we kunnen niet gaan. We zagen wel mensen, maar die kijken naar Jensen. Nu lopen we omheen. En ja, ik meen, we worden vast niet ziek, zolang het niet piek. Nou, het argument wat je toch wel vaak hoort, is dat het zo van... kom op, neem maar gewoon het vaccin. Hè, alsof er niks is om zorgen over te maken. Alsof er geen enkele voorbeelden zijn of weet je wel, praktijken op dat soort niveau. Of in dit geval met vaccins zelf waar je denkt van nou, dat is wel heel erg schimmig, zeg maar. Weet je wel, als dat zeg maar praktijken zijn waarvoor vaccins worden gebruikt, dan misschien moet ik misschien wat beter oordelen of ik het wel of niet ga nemen. What kind of operations were you doing? Well, it was clandestine operations. We were involved in coups, taking over countries for other leaders. We were involved in Mozambique, spreading the AIDS virus through medical conditions. We were involved in Angola with Dr. Jonas Savimbi for various operations. We gave military support. So people were killed during these operations? Oh, definitely. We you mentioned that. Can we do the question again, and then you can pop in. Yeah. You mentioned actively spreading AIDS. There was a unit in from SIMA that one of the things was that we went into African countries. And how was that done exactly? Through inoculation. Through vaccines? Yeah, through vaccines. Pretending to inoculate people and that type of thing. Nou ja, kijk, hè, ik bedoel, ik wil niemand bang maken, maar... nee, het is gewoon het kwaadaardig, malefiede intent met vaccinaties bestaat. Punt. Hè? En als er een bepaalde groep mensen die in die gedachtegoed zit voor deze vaccins en ze dan gepusht worden, dan kan je je voorstellen dat ze nog verder met de hakken in het zand gaan zitten. De naïviteit, zeg maar, dat mensen gewoon in dat zeggen, ach, doe het gewoon, kom nou op, hè, wat is het ergste wat kan gebeuren? Nou, dat, wat ik je net liet zien, is zeker het ergste wat kan gaan gebeuren. Hè, dat je dus met malefiede intent wordt geïnjecteerd met iets. Op dat soort plekken, hè, dan dat was in Angola. En trouwens, heel even wat ik wou laten zien. Want als je denkt van, joh, wat is dit voor een documentaire? Waar haal je dit vandaan? Een linkje zal straks beneden in het filmpje staan. Dit is de documentaire Cold Case Hammarskjöld uit 2019. En deze documentaire die is gewoon uitgezonden op de VPRO. Dus ja, voor die mensen die dan toch... Oh god... Ik ben net aan mijn lamp gekomen. Voor de mensen die luisteren, mijn lamp hier voor de camera die van de verlichting die gaat uit. En ik ben net zeg maar met... Ik heb een heel setje problemen, nieuw setje problemen weer. Hè? Mijn GoPro die gaat niet meer aan. Dus ik heb niet zeg maar een wijd shot voor de hele boel. Dus ik heb nou zeg maar gewoon één camera heb ik opgesteld als plan B. Dan kan ik een beetje
van alles en nog wat mee doen. Maar deze lamp hier, die boven er zit, dus mijn bovenlamp, die raakte ik in het proces van de nieuwe camera opstellen, raakte ik per ongeluk een beetje aan. En nu doet de hele band het weer niet. Zijn we af waar we waren bij aflevering 5 of zo, toen ik problemen had met de lamp. We zullen even kijken hoor. Ja, deze studio, die zit een beetje riggedy in elkaar. Ik vraag niet om donaties. Ik doe dit gewoon gratis. En dan heb je soms af en toe dat ik heel even afgeleid ben, omdat ik weer een lamp moet slaan. Maar laten we het verder oppakken. Cold Case Hammerskjöld. Is gefilmd, dus, of is uitgezonden op VPRO. Een van de NPO-zenders. Waarbij ze dus eigenlijk dus valideren dat dit gewoon een goede documentaire is met gevalideerde bronnen, mag ik hopen. En waarbij dus inderdaad iemand geïnterviewd wordt die dus vertelt over malafide intent met vaccinaties. Dan zou je zeggen van oké, dit is de CIA, of weet ik veel wat voor een militaire eenheid. Die tuurlijk gaan die allerlei kwaadaardige dingen doen. We hebben nu te maken met de farmaceutische industrie. Dat zijn hele andere mensen, die zijn helemaal niet zo evil als bijvoorbeeld militaire machten of whatever. Pfizer, die heeft zich nou nog niet echt voorbeeldig gedragen de afgelopen anderhalf jaar. Als het gaat om de tegoedkoming van de mensheid. Talking about common good, Wuhan virus vaccines are supposed to be a global public good. But what happens when a vaccine manufacturer starts bullying? Governments are silenced, supplies are halted, and profits take precedence over saving lives. I'm not describing a hypothetical situation here. I am describing what Pfizer is doing. The American pharma giant, it is doing all of this. It is bullying countries to submit to its demands. We first reported about this back in February this year. While countries like India are sending free... Ja, dus dit is Vion, een Indiase nieuwszender. Ik vind het fijn om altijd mijn nieuws een beetje niet alleen maar van Nederlandse of Europese bronnen te krijgen, maar een beetje van alle kanten. En als er nu dan popt er wel eens iets door wat je bij het andere nieuws dan niet ziet, hè? Free vaccines to poorer nations. There are companies like Pfizer which are bullying governments. Pfizer asked to be compensated for the cost of any future lawsuits. Pfizer wanted Argentina to put, and listen to this, put its bank reserves, its military bases, and its embassy buildings at stake as collateral. These are Pfizer's demands. Look at this. Number one, Brazil waives the sovereignty of its assets abroad in favor of Pfizer. That the rules of the land be not applied on Pfizer. Number three, that Brazil take into consideration a delay in delivery. Number four, that Pfizer is not penalized for it, for a delay in delivery. And number five, in case of any side effects, Pfizer be exempted from all civil liability. Ja, dus dit is inderdaad gewoon Pfizer die gigantische eisen stelt aan landen zoals Brazilië. Hoor je dan ook op het nieuws dat die president Bolsonaro allemaal dingen heeft afgewezen in het begin. En dat hij daarom een of andere rechtse klootzak is die niet om mensen geeft. Maar je ziet dus nu dat Pfizer heeft dus gewoon gigantisch bizarre eisen gesteld. Zoals dat ze hun soevereiniteit moesten opgeven. En dat Pfizer de wetten van het land niet hoefde te gelden voor Pfizer. En dat soort zaken allemaal als ze dan wel akkoord gingen met het vaccinatieprogramma. Of in ieder geval het acquiseren van vaccins voor dat land. Ja, dat is bizar. Hè? Dus zo zie je dat ook, dat die malafide intent, hè, waar we het dus inderdaad over hadden bij dat vorige video, waarbij natuurlijk wel, dat is wel iets kwaadaardiger natuurlijk, waarbij je gewoon direct mensen inspuit met een dodelijke ziekte. Maar die hele geest, hè, van vaccins gebruiken voor allerlei andere zaken, hè, niet alleen voor volksgezondheid, is van alle tijden. En dat is nu ook gewoon, wordt nu ook gewoon, het is niet, misschien niet direct om mensen te vermoorden, maar het is niet
in belang van de volksgezondheid. Deze mensen zijn gewoon bezig met keiharde machtsgreep aan het doen. En die vaccins is slechts een middel voor hun doelen en niet voor onze doelen. Nou ja, het is een tijdje geleden is er een hoop gezegd over groepsimmuniteit of over sowieso immuniteit in een persoon zelf. En laten we hier heel even naar Jaap van Dissel luisteren wat hij heeft gezegd. Eens even kijken, dit gaat over 16 maart 2020. Dus dit is ruim anderhalf jaar geleden. Andere landen. Hè. U legt nu uit waarom we het zo doen. En we hopen dat dat dan zo goed gaat. Maar Frankrijk vanavond, Spanje, total lockdown. We hebben ook nog, misschien kunnen we dat nog even snel zien, vandaag een staatje van twee verschillende Italiaanse dorpen waar het zo erg is. Ja. Met het verschil, het ene dorp, Lodi, is twee weken eerder begonnen met sociale afstand houden. En kijk eens wat daar voor verschil is met het plaatsje waar het allerergste is. Ja. Dit was dus inderdaad aan het begin van de pandemie. Hè. En daar begon de bangmakerij met statistieken. Hè? En kijk dan, waar kijk je nou naar, weet je wel? Aantal besmettingen Italië. Staan getallen hier. Waar zitten we naar te kijken? Allerergste is. Ja. Dus hebben die mensen dan, die zullen ook zeggen, we varen op de wetenschap? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat kan ik zeker niet uitsluiten. Het punt met de Europese aanpak die is inderdaad verschillend. Overigens zien wij heel veel overeenkomsten met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Dat ook zo'n aanpak lijkt te kiezen. Maar je moet zich realiseren dat het nadeel van zo'n totale lockdown is dat het virus een soort veenbrand gaat vormen. Dat er onvoldoende opbouw van immuniteit is. En dat je dus ook naar de toekomst toe altijd weer gevoelig zal blijven voor herintroductie van het virus. En dat ten koste van natuurlijk geweldig veel in ook wat we zien wat er in Italië gebeurt. Dus de vraag is, waar vind je nou het meeste draagvlak ook voor? En dan denken wij dat dat toch is dat we het virus in de groep die het aan kan, in feite rond laten gaan. Ja, dit is dus een beetje, want dit is dus helemaal aan het begin. Hè? En hij zegt dus eigenlijk van, wil je een robuustere immuniteit, dan moet je dus ook vanuit gaan dat je gebruik maakt van de natuurlijke immuniteit van mensen. En dan zijn mensen zeggen van, ja, maar dit was in het begin. Hè? Nu hebben we die vaccins, dus nu kan je gewoon je vaccin nemen. Maar dat ontkracht nog steeds niet het argument wat hij hier probeert te maken, weliswaar voor een andere zaak, omdat er toen nog geen vaccins waren. Maar het argument klopt nog steeds. Het is raar dat nu in één keer, als dan mensen het argument gebruiken van ja, ik wil een robuustere immuniteit, dat ze zeggen ja, maar dat is allemaal niet bewezen. Die vaccins, dat werkt allemaal veel beter. Terwijl hier gewoon de hoofd van de RIVM exact dat argument gebruikt. Waardoor je tegelijkertijd de kwetsbare ouderen daarvan afschermt. Dat heeft dan tot gevolg uiteindelijk dat na zekere tijd de bevolking als geheel beschermd is tegen herintroductie van het virus. Maar u zegt rond laten gaan, maar we hebben toch behoorlijk vergaande maatregelen genomen. Ja. Door bijvoorbeeld de horeca te sluiten. Ja. Daarmee proberen we toch juist het niet rond te gaan. Ja, daar heeft u gelijk in. Hè? En dat is ook waar premier Rutte naar verwees door te zeggen we proberen te controleren. We weten, als we niks doen, dan hebben we net al genoemd, dan krijgen we een scenario van een onaanvaardbaar groot aantal zieken. En dat leidt tot te veel druk op de zorg, dus dat kan niet. Wat we met gecontroleerd rond laten gaan, is dat we eigenlijk willen kijken of we een zekere mate van infecties kunnen toelaten. Hè. In feite lopen die natuurlijk, we hebben ook niet alles in de hand. Maar dat willen we titreren op het aantal ziekenhuisopnames en op de IC-capaciteit, omdat we daaronder willen blijven. En dat betekent dat je soms maatregelen moet nemen, zoals we nu genomen hebben, om het te onderdrukken en te zien wat er gebeurt, om ook te kijken of er wellicht weer wat kan worden afgenomen. Ja, dus het grappige is, toen er dus geen vaccins waren, was Rutte en Jaap van Dissel, hadden ze helemaal geen probleem mee om dus inderdaad in het kader van het grotere plaatje en de betere oplossing, om hem wat mensen ziek te laten worden. En momenteel mag niemand in één keer meer ziek worden. Alle mensen die dus inderdaad die onderliggende liggen hebben, die kunnen gevaccineerd worden. En een klein groepje mensen die dat absoluut niet kunnen. En die moeten dus gewoon nog steeds beschermd worden. Maar dat vragen ze dus nu eigenlijk van ons. Voor dat kleine groepje mensen, waarbij ze dus eigenlijk ze doen alsof die niet bestaan. En je had nu een stukje in de politiek waarbij volgens mij
in ieder geval Hugo de Jonge zei van, ja, volgens mij Van der Plas, die zei dus op een gegeven moment van, wat is dus het aantal mensen die gevaccineerd is? Ik heb deze niet in mijn lijstje met video's staan, maar ik heb hem echt toevallig net vandaag zitten kijken. Dus, 6 maanden geleden, nee, dan moet ik even weer mijn geschiedenis induiken voor de mensen die aan het luisteren zijn. Ik ben heel even op YouTube op zoek naar een filmpje wat ik vandaag heb gezien van Caroline van der Plas. Zij stelde dus wat simpele vragen aan Hugo de Jonge, waarbij ze dus eigenlijk stelde dat de cijfers rondom de reden waarom de IC's dus nu op maximaal capaciteit liggen. Hè, dus die cijfers rondom wat zeg maar precies de reden is waarom die mensen op de IC's liggen, weet je wel, is dat zeg maar, zijn dat mensen, want ze zeggen mensen die niet gevaccineerd, er liggen nu een hele hoop mensen die niet gevaccineerd zijn op de IC's. Maar ja, er was dus een rapport naar buiten gekomen van een of andere dokter, weet ik veel waar, en die zei dus van ja, maar die reden dat die mensen hier liggen die niet gevaccineerd zijn en die ziek zijn, dat komt omdat hun niet konden vaccineren, omdat ze echt zwaar onderliggend lijden. Denk aan mensen met immunoresponsziektes of in ieder geval immuunverstoorde ziektes en weet veel, late stage kanker of dat soort zaken. En ja, je hebt hier dus inderdaad Caroline van der Plas die dus even dus een vraag stelt en waar dus ja, echt gewoon gigantisch lang over gedaan wordt door de minister om daar antwoord op te geven. Ja, ten eerste de vraag. Ik hoorde de minister zeggen van dinsdag gaan we de maatregelen bekendmaken. Kan de minister dan de Tweede Kamer toezeggen dat de Tweede Kamer voor de persconferentie wordt geïnformeerd over de maatregelen? En niet dat we dat, zoals we deze week ook al hebben gezien, dat in de krant moeten lezen? De minister. Nou, ik zal het hele van jullie besparen, want hij lult er gewoon als een idioot omheen de hele tijd. Want wat hij gewoon zegt is, hij ontkent het gewoon, het is toch niet, zal vast wel iemand anders zijn. Hoef je niet naar te luisteren. Vervelend, vindt ook irritant, maar ja, dat gebeurt nou eenmaal. Dat gebeurt gewoon vanuit het kabinet. Dat is gewoon, dat weten we allemaal en ik zou wensen dat de minister dat eens gewoon een keer toegaf. Van ja, inderdaad, dat gebeurt nou eenmaal, dat is een strategie. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Maar goed, dat daar gelaten. Dat was dus inderdaad, Caroline van der Plas vroeg inderdaad of waarom er gelekt werd. En Hugo de Jonge kan daar gewoon geen antwoord op geven. Dit filmpje duurt dus 25 minuten. 25 minuten probeert Caroline van der Plas antwoord te krijgen op de vraag waarom ze de cijfers niet kunnen krijgen van alle ziekenhuizen, van de redens waarom mensen daar liggen. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Excuus, ja. De minister die begint nu weer over het UMC. Ik heb het helemaal niet gehad over het UMC. Ik heb het helemaal niet gehad over die 8 op de 10, hè, waar een fotoopname van is gemaakt. Ik geef een voorbeeld van het Gelderse Valleiziekenhuis. Dat ligt in Ede. Dat voorbeeld heb ik genoemd. Maar als we dan toch over het, niet UMC, maar in Maastricht het academisch ziekenhuis. Als we die er dan toch bij pakken, kennelijk kunnen ze het daar ook zeggen. Kennelijk kunnen ze daar, al is het een fotomoment, kennelijk kunnen ze daar ook zeggen. Kunnen ze dat ook zeggen. En dan kan ik er nog steeds met mijn pet niet bij waarom dat niet uit te zoeken valt. De minister zegt, ja, dat kunnen we niet zomaar eventjes. Ik vraag niet zomaar eventjes. Ik zeg niet, mogen we dat over 10 minuten hebben. Ik vraag of dat uitgezocht kan worden en of we die cijfers kunnen krijgen. En als de minister zegt van ja, dat kan wel, heel misschien wel. Maar ja, dat gaat wel even een tijdje duren, anders is het heel uitzoekwerk. Nou, oké, dan is dat uitzoekwerk. Maar mij afschepen met van ja, dat is niet zomaar uit te zoeken, dus dat doen we niet. Ja, dat accepteer ik gewoon niet. De minister. De minister moet zeggen, ik wil het niet. De minister. Allereerst toch even over de mededeling van Maastricht en de mededeling van de... Ja, het is inderdaad... Allereerst ga ik even antwoord geven op mijn manier. Allereerst zal ik jou vertellen wat ik jou wil vertellen en niet de vragen die jij stelt.
Het is een stukje, ja, hè, gewoon ultiem uitoefenen van verbaal controle. Hè. En op deze manier krijg je dus een soort van schijndemocratie. Maar niemand krijgt antwoord op de vragen die ze willen hebben. Per patiënt is gewoon niet te doen. Is echt niet te doen. Mevrouw Van der Plassen, tot slot. Ja, sorry, maar dat is gewoon echt te makkelijk. Want de minister zou ook gewoon kunnen zeggen... Mevrouw Van der Plas, u vraagt heel wat van ons... en ik weet niet of ons dat gaat lukken... maar ik ga wel even mijn best doen om met de ziekenhuizen in Nederland te kijken... of we dat op een makkelijke manier kunnen doen. Hier, hè? 20 minuten, dus is nu al 20 minuten. 20 minuten van ons belastinggeld... 20 minuten van haar 7000 euro per maand die ze verdient is opgemaakt door de minister Hugo de Jonge. Alleen maar door gewoon niet nee of ja te kunnen zeggen, maar gewoon eromheen proberen te lullen. Om maar niet antwoord te hoeven geven op die vraag. De hele show, de hele gebeuren, theater is natuurlijk niet compleet zonder het nieuws. Die er nog even een lekker schepje bovenop doet. Cijfers stijgen en ook de ziekenhuizen stromen weer vol met coronapatiënten. Een dikke kans dat er dus volgende week tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen worden afgekondigd. En dat terwijl het overgrote deel van de bevolking gevaccineerd is. Hoe moeten we met deze situatie omgaan? Ik ga erover praten met Marcel Levy, voormalig ziekenhuisdirecteur... en nu de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ja, meneer Levy, het grote deel van onze bevolking, ook boven de 80%, is gevaccineerd. En toch hebben we te maken met zoveel besmettingen. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, kijk, gelukkig hebben we een hoog vaccinatiepercentage in Nederland, maar... Ja, zo ongeveer 15% van de mensen, 10-15% van de mensen is nog steeds niet gevaccineerd. Dat is nog altijd een dik miljoen, hè? Ja. Dus dat is genoeg voor het virus om zich nog wat verder te kunnen verspreiden. Dus dat geeft al voldoende problemen. En verder is het natuurlijk zo dat we weten dat vaccinatie goed beschermt bij de meeste mensen tegen ernstige ziekten. Maar niet 100% beschermt tegen besmetting. Dus een heleboel van die positieve testen... bij mensen die gevaccineerd zijn, die leiden gelukkig niet tot ziekenhuisopnames of erger. Ja, inderdaad. Dus die positieve testen die dus inderdaad heel veel, waar dus bijvoorbeeld vaak heel veel poeha rondom gecreëerd wordt, waar ze zeggen van, oh nee, de positieve testen stijgen weer. Dat is niet per se zo'n probleem. Het is allemaal niet zo gigantisch erg dat de positieve testen stijgen. Een griepgolfje krijgen, dan zitten we ook al te krap. Ja, moeten we dan toch wel weer nieuwe maatregelen gaan nemen? Nou, nieuwe maatregelen, ja, dat vind ik altijd lastig. Want ik denk dat de bottleneck toch gewoon intensive care... en in mindere mate ziekenhuiscapaciteit is. Dus ik zou zeggen, zet daar dan je kaarten op. En neem nou eens een keertje actie om te zien of je dat niet toch... op korte termijn kan uitbreiden en ook goed nadenken over langere termijn op. Nou, dat vond ik dan weer prettig om te horen, zo op de Telegraaf. Dat er in ieder geval een beetje positief of in ieder geval ander geluid wordt gehoord dan vaccineren, 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 weet je wel. Het helpt er niet bij. Nou ja, mainstream media zal mainstream media niet zijn om er dan toch nog heel even een voxpopje achteraan te gooien om te laten zien dat mensen toch niet... Om dan zeg maar toch maar de belangen aan de achterkant van de grote mediagiganten te behartigen en er toch nog heel even een itempje in te gooien die nog heel even een schop nageeft. Ik in het ziekenhuis? Ik denk het wel. Het is wel een soort discriminatie, maar... Beter voor wel, denk ik. Hierbinnen wordt op dit moment vergaderd over weer de oplopende coronacijfers en mogelijke maatregelen. Ja. Ja, wat vindt u dat er moet gebeuren? Ja, er zal wel iets moeten gebeuren, want dit gaat niet goed zo. En misschien met dwang. Ook dit gaat niet goed zo, hè? Dus die man, die is gozer op straat, dit gaat niet goed zo. Letterlijk fietsen er gewoon mensen. Hij staat er gewoon rustig, gewoon te chillen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij ziet er nog niet erg uit alsof hij aan het wegrennen is voor de einde van de wereld. Oh, dit gaat niet goed zo. Vaccinaties. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook een beetje angstig aan het worden, want ik ben natuurlijk gevaccineerd. Ik ben angstig aan het worden, want ik ben gevaccineerd. Wat zeg je nou? Hè? Dus wat gebeurt hier? Wat zijn deze mensen die leven in een totale waanwereld? Twee keer, en mijn dochter ook, maar die heeft toch corona gekregen.
Oké, okay, dus nou ja, hè, dus hij is 2 keer gevaccineerd, krijgt hij toch corona. Nou, wie ga je dan de schuld geven? De farmaceuten, hè, het virus? De Delta-variant, die is er erg ziek van geweest, dus ik ben wel bezorgd. Als je de berichten leest over ziekenhuizen, dat is wel echt heel erg echt triest voor de medewerkers daar. En als je dan ziet dat het grootste deel van wat er ligt niet gevaccineerd is, dan moeten mensen zich afvragen wat ze daarmee veroorzaken. Hier, hè? Gewoon deze, gewoon vrouwtje op straat. Ja, de medewerkers in een ziekenhuis. Ik betwijfel dat zij in een ziekenhuis is geweest. Medewerkers in het ziekenhuis, hartstikke triest. Weet je, als je enig medewerker in een ziekenhuis spreekt, zegt ze, ja, de IC's zijn altijd druk. Dat moet gewoon structureel meer geld en personeel komen, al jarenlang. En dan inderdaad dus dat, dus dan al zo die deugdelijkheid, hè, die je nu al gigantisch hebt. Oh nee, ja, oh jullie, het is allemaal heel erg kut voor jullie. Hè? Voor jullie is het allemaal heel erg kut. Zo kut voor de medewerkers die in de zorg werken. Dan moeten de mensen die niet gevaccineerd zijn, denken wat ze daartegen doen. En dan natuurlijk een nieuwsbericht, daar waar stond, de meeste van de ziekenhuizen zijn niet gevaccineerd. Maar we hebben net vastgesteld dat bijvoorbeeld de Caroline van der Plas erachter was gekomen dat er dus een of andere dokter had gezegd van haar ziekenhuis dat er dus, ja, de meeste die daar ongevaccineerd werden, die konden sowieso geen vaccins liggen. Dus dat was onvermijdelijk dat die mensen daar lagen. En het is heel erg misleidend om dan nu inderdaad een soort van een item te doen voor inderdaad heel veel ongevaccineerde mensen die dan, ja, een beetje de stang op aan het jagen zijn, weet je wel. Of de kast op aan het jagen, of iets met een stang. Toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen. Oké, dus dan wil je dus vooral inderdaad wat dan, en dan heb je het dan tegen die mensen die in het ziekenhuis terechtkomen, die dus onderliggend lijden hadden, die zich dus niet gevaccineerd konden worden. Zijn die mensen met genetische afwijking, zijn die het probleem? Want wij liggen niet in het ziekenhuis, hoor. Die elkaar onderling het meest besmetten, zelf het grootste risico lopen op een besmetting, zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen, zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname. Ja, kortom, dus als je dat op je in laat werken, ja, dan zul je je daartoe moeten verhouden. En wat betekent dat dan? Ik ga niet vooruitlopen op de maatregelen die... Ja, inderdaad. Lekker wel angst zaaien, maar vooral geen verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt. Hè? Wat betekent dat dan? Ja, niks. Ik wil gewoon wat woorden uitspuien uit mijn mond, weet je wel. Hebben te nemen. Wat ik ga doen is het OMT vragen om ons daarover te adviseren. En de komende weken zal dit veel overleg vergen, omdat die dilemma's waarvoor we nu staan echt ingewikkeld zijn. Ik denk dat er meer onderscheid gemaakt moet gaan worden tussen mensen die wel gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn. En ik denk dat daar uiteindelijk misschien wel de oplossing ligt. Het is vreselijk dat ze dat aan dit soort mensen vragen. Het stomme is dat mensen dus dat gewoon net zo makkelijk zeggen. Hè? Voor als je Binnenhof loopt, hij was wel iemand te verlopen die een of andere belachelijk statement wil maken. Ja, natuurlijk. Ja, misschien moeten we gewoon met z'n allen onderscheid gaan maken tussen elkaar. Ik weet niet. Kijk die zwarte kraal ook eens van die hunkeren naar pijn en leed van mensen. Vaccinatieplicht? Ja. Oh, hier, wat is dit dan? Hebben de gehandicapte tweelingbroer van Grappenhuis of zo? Zeker. Zou ik doen. Ja? Ja. Ik wel. Het is toch een dwang, hè? Ja, dat... Rattenkop. Dat is het probleem, hè? Ja, ik zou het doen. Ik zou zeggen van tegen mensen die niet van... Kijk. Dit is nou het voorbeeld van gezond leven. Hè? Ik bedoel, je kan altijd zien aan iemand met bergen acne dat hij sowieso de meest gezonde keuzes maakt in zijn leven. Vaccineren van, ja. Weet je wat er misschien helpt? Gewoon nog een vaccin nemen. Ja, het is natuurlijk je eigen keuze. Ik ken ook een paar mensen die het niet doen. Gewoon uit bijvoorbeeld religieuze redenen of andere soort redenen. En hun zijn schijnbaar het probleem vanwege Hugo de Jonge, hè? Dat mag je niet doen. En dan, ja. Ja, ik begrijp het wel, maar persoonlijk vind ik het van... Dat je het wel gewoon moet doen voor andere mensen ook. Ja, persoonlijk ben je heel bang om het virus te krijgen vanwege irrationale angsten. Dus daarom moeten andere mensen maar allerlei chemische middelen tot zich nemen, ondanks dat ze dat absoluut niet willen, zodat jij een beter gevoel krijgt. Hier, kijk, daar hebben we de grote neef voor van alle rondbrillige, kale mannen in de wereld. Nemen die oplopende cijfers heel serieus, ook omdat het dus voor de modellen uitgaat. En we zeggen, dan moeten we wel scherp er de komende dagen bij zijn en zien of we misschien al gewoon wat eerder dingen moeten doen. In hoeverre kunnen die maatregelen ook lokaal genomen worden?
Er is juridisch in dat opzicht van alles mogelijk, maar zou je ook aan... Tuurlijk is er in Fred Grapperhaus zijn juridische omstandigheden van alles mogelijk. Hè? Ik bedoel, hij doet even met zijn kale hoofd zwaaien en met zijn brilletje ronddraaien. En voilà, een nieuwe rechter die bereid is om allerlei uitspraken te doen nog binnen het kwartier. Regionale maatregelen kunnen denken. Nu mag je ook gewoon naar binnen. Nee. Ik weiger hier kinderen bij te betrekken. Foei. Fucking Telegraaf, jongen. Het is ook ongelooflijk. Wat, wil ik dit nog zien? Nee, het is gewoon vreselijk. Weet je wel, dan kom ik zo'n item tegen en denk van... oh, hey, ze hebben hier een dokter uitgenodigd die niet alleen maar angst aan het zaaien is. En wat krijg je aan de andere kant? Gewoon pure angstzaaierij. Wordt er eigenlijk een beetje... ja, wordt er een beetje verdrietig van. Maar ja, wat doe je eraan? Telling verplichte vaccinaties. BNR. Ik heb hier nog wat linkjes staan. Ja, Jozef, mijn pauzeknop werkt niet zo goed, dus daarom faalt het de hele tijd. Het is ook weer een heel lang stuk. Maar ik ga een klein stukje laten horen. Waarschijnlijk openen ze waarschijnlijk weer keihard en onaangenaam. Maar dit is een stukje uit de BNR Nieuwsradio. Als je wil meedoen aan de samenleving, ja, dan moet je je gewoon laten vaccineren. Ja, zeer tricky natuurlijk. Hè. Ik denk dat dit vooral een kwestie is voor ethicus en moraalfilosofen enzovoort. Maar mijn gut feeling, ik denk toch dat we allemaal dit zagen aankomen. En als je kijkt naar de expertendiscussies die worden gevoerd over heel Europa, ook in de VS, waar men enkele maanden geleden ook zei van we moeten naar 70% gevaccineerden om groepsimmuniteit te krijgen. Als je nu de debatten volgt, dat cijfer wordt elke maand bijgesteld naar boven. 80-85%. Nu heeft men het eigenlijk over 90%. Ja. Als je kijkt naar de Delta-variant, hè? De Delta-variant. De Delta-variant komt eraan. Delta Plus is gisteren of eergisteren aangekondigd. Dus het blijft evolueren. En dat betekent gewoon dat overheden zien... deze crisis gaat langer duren, gaat ons nog veel meer kosten. En dit zet spanningen op de samenleving. En dan zoekt men naar maatregelen om toch iedereen richting die vaccinatie te duwen, te krijgen. En ja, dit is uiteraard de logical outcome. Ik durf zeggen, lichte voorstander. Ik heb heel veel empathie, heel veel begrip voor de fysieke integriteit van mensen enzovoort. Maar langs de andere kant, het is een buitengewone dreiging. En je ziet dat voor hetzelfde geld blijft die Delta-variant evolueren. Ja. Krijgen we een nieuw model binnenkort. En zitten we terug anderhalf jaar in die rutsch, in die rollercoaster van lockdowns en inkomstenverlies. En ga zo maar voort. Dus. Mensen beginnen nu gewoon bang te worden. En ze weten donders goed wat... Weet je, het is nu een buitengewone dreiging. Wist je toen de dreiging eraan kwam en nog niet wisten wat er ging gebeuren? Dat we allemaal zoiets hadden van... ah joh, maak toch allemaal niet, stel je toch allemaal niet zo aan. En nu is de pandemie voorbij. Hè? En dan hebben we lijken op de straat. Tuurlijk, er zijn wat mensen doodgegaan. Mensen die misschien al lang dood zouden gaan anders. Alleen nu is er corona bijgezet bij iets anders. Wat mensen die zijn inderdaad overleden aan corona. Maar niet op een niveau dat er een onrepareerbare... want daar was ik bang voor. Dat er een onrepareerbare litteken zou komen op de maatschappij. Door de hoeveelheid doden die tegelijk werden. Weet je wat, die beelden die we kregen uit Italië. Allemaal doden waar we niet bij konden. Die begraven moesten worden in gigantische massa's. Dat beeld, daar was ik bang voor. Nou, anderhalf jaar verder. Dat hebben we niet gekregen. Dat gaan we ook niet krijgen. Dat is duidelijk hier. Maar nu is inderdaad de angst. De maatregelen. Hè? Dus in één keer is het virus is niet meer het probleem. Maar de mensen die ons zogenaamd zouden moeten beschermen tegen het virus, waar wij volgens mij al lang niet meer bang voor zijn. Hè? In ieder geval de meeste van ons, behalve dan die oudjes op het plein die net door Telegraaf in dat item waren verzameld. Die waren oprecht bang voor het virus of hoe dan ook. Maar deze man is dus voornamelijk bang voor de maatregelen. Zeer tricky, gevaarlijke discussie, want uiteraard op termijn kan het ook een paar donkere scenario's opleveren. Als je de overheid zoveel macht geeft, maar langs de andere kant, we moeten eruit geraken. Dus moeilijk, zeer moeilijke discussie. Ja. Nou, Wilbert, de JOVD, ik zeg het al vaker, dan denk je aan liberale mensen. Dan ben je natuurlijk voor vrijheden. Ja, dus dan moet je tegen een soort vaccinatietoegang zijn. Of gaat de vrijheid van meerderheid nu weer boven de vrijheid van het individu? Hoe zie je dat? Dat is precies hetzelfde dilemma waar ik mee zit.
Oh, ik heb wel eens een van meerdere filmpjes van Rutte laten zien bij de JOVD. Maar dit is er ook weer een, hoor. Dit is gewoon weer zo'n ultieme gladjakker. Ik weet niet waar VVD ze vandaan haalt, maar als ze ergens hebben gevonden, gaan ze eerst toch een bad met gilet en vijf dubbele mesjes. Kiek dan. Ik heb schaatsen gehouden. Ja, of het dus, ja, kijk, ik hoop, laat ik vooropstellen, ik hoop dat het in Nederland in ieder geval voorlopig nog niet hoeft. Ik snap enigszins wel de situatie in Amerika natuurlijk, want die zitten volgens mij al heel lang rond die 60%. En dat komt niet meer omhoog. Je ziet natuurlijk ook al wel die tendens van dat politiek klimaat al behoorlijk vijandig is. En ook dat behoorlijk de ene politieke kant van het spectrum al behoorlijk ophitst om niks met corona te doen, dat het allemaal maar een hoax is en dat het niet zo serieus genomen moet worden. En dat helpt natuurlijk niet in zo'n land. Dus ik snap wel dat daar iets verdrukt moet opgevoerd moet worden. En ook dat daar ook in het verleden hebben ze bijvoorbeeld ook al loterijen erbij gedaan. Ja. En dat je gratis eten kreeg of iets dergelijks. Dus ze zijn daar wel mee aan het struggelen om die 60% omhoog te krijgen. En dan snap ik wel dat de overheid dan wat extra druk op moet voeren. Ik hoop echt alleen wel dat het hier niet hoeft te gebeuren. En tot nu toe zei minister De Jonge volgens mij ook dat het bij ons de goede kant op gaat. Maar hij snapt wel dat de overheid de druk moet opvoeren. Want dat is het een beetje. De druk moet opgevoerd worden. Dus dat retoriek gaat omhoog. Om dus inderdaad zoveel mogelijk die schamele beeldjes nog bij elkaar te verzamelen van mensen die zich dan toch maar gaan vaccineren. En dat gaat ten koste van de volledige eenheid in de samenleving. Er wordt een gigantische tweesplitsing veroorzaakt. Alleen maar om nog wat extra procentjes aan gevaccineerden erbij te kunnen vegen. Ja. We zien ook bij ons die tendens. Hè. Natuurlijk een paar jaar terug ook al met die kinderopvang. Hè, dat ouders hun kinderen niet altijd meer vaccineren. En dat ook bepaalde ziektes weer terugkwamen op kinderdagverblijven. En dan was ook de discussie, mogen die kinderen er dan niet meer in? Het zijn zorgelijke ontwikkelingen, denk ik. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Die gaan reageren op ons breekijzer. Wie wil meedoen in de samenleving moet vaccineren. Wil je ook reageren, pak dan je telefoon. Bel 020-468. Ik wil wel reageren. Als je een gespleten samenleving wil hebben, dan moet je dat vooral zo doen. Waarom vinden mensen het altijd zo moeilijk om gewoon mensen hun gang te laten gaan, weet je wel? Als het niet actief mensen pijn doet. Ja, hè, dat is dan de discussie. Doet het pijn? Hè? Als ik me niet heb laten vaccineren en het virus gaat rond, is het dan mijn schuld? Hè? Zijn mensen die bijvoorbeeld zich hebben dubbel laten vaccineren, vervolgens op vakantie gaan in een land waar ze zich blootstellen aan allerlei andere mensen die ook uit allerlei andere hoeken van de wereld komen op een of ander resort en dan allemaal lekker dronken gaan worden en in een of ander zwembad samen gelopen marineren en kuchen over elkaar heen in de foyer van het hotel of bij de dansvoorstelling van de hotel animatie. Oh, wat haat ik resorts. Maar ja, en die komen dan terug en die gaan dan ons, mensen die niet gevaccineerd zijn, maar gewoon bewust zijn over een cirkeltje en gewoon in een bubbel blijven en niet allemaal belachelijke dingen aan het doen zijn en niet onnodig blootstellen aan gigantische massa's mensen, niet naar de club gaan, niet uit eten gaan, gewoon inderdaad verantwoord omgaan met hun omgeving en hun eigen gezondheid. Dan die de schuld aanwijzen. Nee, jullie zijn het probleem. Hè? Ik kan niet op vakantie omdat jij je niet laat vaccineren door dit goedje wat pas een jaar bekend is in de wetenschappelijke omgeving. Het is te gek voor woorden. Het is te gek voor woorden dat mensen nog steeds denken dat ze dat soort zaken kunnen zeggen. Gelukkig komt er hulp van bovenaf. Het grappige is, de EU wordt altijd wel aangewezen als het probleem. Maar als er in de EU inderdaad iets is waar we dus met z'n allen iets aan hebben, dan is het in één keer, kijk, de EU. En ik merk dat ik exact hetzelfde doe. Het is hoopvol. Hè? De EU klinkt heel erg machtig. So, the reason why we had this press conference is to express through our voices the concerns of us, the concerns of our staff members, and nevertheless, the concerns of hundreds and maybe thousands of people that are working in the parliament, in the council, and many other European institutions. We are here for you. En we will fight for you. Al dus Europarlementariër. Ja, dus er zijn in de EU mensen die zich bezighouden met het strijden voor tegen die groene pas, tegen dus inderdaad alle maatregelen. Dus daar kan je zeggen dat het lijkt net alsof er een soort van democratie gaande is daar.
Eens even kijken. Ik wou op 1400 wou ik heel even wat laten zien. Maar dit is, ik moet natuurlijk eerst naar de Black Box website. Want Black Box die zet niks meer op YouTube. Want ze vertrouwen YouTube niet meer. Ja, en dat krijg je als, als YouTube je vertrouwen schaamt. Dan gaan ze maar een eigen website beginnen. En nobody cares. They are forced to do or to be exposed, for example, or to take a medical product that for what various reasons they don't want to take it. If they don't do it, they will lose their jobs. So our concern is this the type of European Union that we want to build, that we want to accept? Is this the European Union, as it is stated in the Treaty of the European Union, that this union is a space of freedom? Do we still have that freedom anymore or not? So I was, you know, we were some of the people, I would say, that raised these concerns during the debates in the plenary when this green certificate was debated. At that point, our voice was in a minority and is proven by the vote. Ik vraag me dus af of ze, dit is dus een groepje van een reeks aan mensen, een Kroaat, een Duitser, weet ik veel wat. Maar er zat dus zo 1, 2, 3 geen Nederlander bij. Even kijken, er was een Italiaan inderdaad. Ja. Maar geen Nederlander dus, hè? Geen Nederlander, zo te zien. Was niet echt, zo zie je maar weer, dan moeten we het hebben. In ieder geval de rebelse mensen in Nederland moeten het hebben van landen buiten Nederland. Want zo rebels zijn wij helemaal niet in Nederland. Ze worden wel altijd weggezet, hè? Van, oh, die Nederlanders zijn eigenwijs en rebels. Wij zijn heel erg meegaand. In vergelijking met Duitsers, oké, zijn we misschien rebels. Maar in vergelijking met Polen, daar zijn we heel erg meegaand. Nou, het is weer een hoop ellende. Alles gaat weer omhoog. De cijfers, de nieuwsmedia gebeuren. Iedereen gaat weer lopen schreeuwen tegen elkaar. Er moeten meer QR-codes worden gemaakt. Nog meer QR-codes. Dan is het toch wel even leuk dat de RTL ons even op de hoogte brengt van het volgende feitje. Namelijk... het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport doet onderzoek naar een geldige QR-code op de naam van Adolf Hitler. Cybercriminelen hebben deze QR-code aangemaakt, maar het is nog niet duidelijk hoe dit precies is gebeurd. Dat blijkt uit het onderzoek van RTL Nieuws. Binnen het ministerie maken mensen zich zorgen over hoe de QR-code is gemaakt en welke maatregelen er moeten worden genomen om deze vorm van fraude tegen te gaan. De code van Hitler is verspreid door cybercriminelen om te laten zien dat hij elke QR-code kon maken die hij wilde. Hij zegt de QR-codes te verkopen en heeft bewijs laten zien dat, hij er een aantal heeft gemaakt die afkomstig zijn uit Frankrijk en Polen. Nu, QR-codes zijn ook geldig in Nederland omdat het gaat om Europese codes. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg wel een beetje het gevoel dat dit gefabriceerd nieuws is. Weet je wel, anders inderdaad een soort van de ernst van potentiële hacks van die QR-code wat extra te benadrukken. Dat ze dus inderdaad gewoon een of andere onzin QR-code hebben gemaakt en gezegd tegen het nieuws, kijk eens even, de QR-code op de naam van Adolf Hitler. Daar staat dus heel leuk bij. Geboortedatum van Adolf Hitler, 1 januari 1900. Ik weet niet of dat waar is, maar... 26 dagen oud. Heel leuk, staat eronder. Hitler heeft beide vaccinaties gehad volgens de QR-code. Groen vinkje. Nou ja, dat is... Weet je wel, zolang dat systeem niet waterdicht is, en dat is het nog niet, kunnen we al die QR-codes overal voor gebruiken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb één keer een QR-code. Ik heb hem één keer laten testen, want ik ging naar zo'n feestje. En ik heb hem laten testen en een QR-code laten zien. Ik ga dit weekend ook weer ergens heen. En moet ik me ook weer laten testen. En dan ga ik ook een QR-code laten zien. Ja, ik hou het systeem in stand, zeggen ze dan. Dat kan kloppen, maar ik heb ook een sociaal leven waar ik waarde aan hecht. Het is compenseren. Weet je, ik geloof sowieso niet dat het stand zal houden. Ik geloof ook dat als het echt doorgedrukt wordt door die krachten die hierachter zitten, dat het ook wel gewoon gebeurt. Hè? En dan is het dus inderdaad of we dit dan, of dus zeg maar bijvoorbeeld 30% van de maatschappij dat wel of niet accepteert.
dat zou... weet je, als je dan inderdaad met een hele groep wel of niet... Hè, als je dan bijvoorbeeld met een vriendengroep normaal naar feesten zou gaan... en met hele vriendengroepen zou afzeggen... zodat mensen er clandestien mislopen. Ja, hè, georganiseerd weigeren van die QR-code. Maar losse acties hierin, hier en daar, mensen die wel en niet gaan... ja, dat schiet gewoon niet op. Hè. Dan kan je beter gewoon niet je leven zo laten beïnvloeden... dat het zo zuur is dat je er niks meer aan hebt... dat je gewoon af en toe wel het idee hebt dat gewoon alles normaal is. Alleen dan een soort van light versie. En ja, je moet weer langs die fucking teststraat. Bij ons is dat hier in Arnhem in de parkeergarage bij de oude V&D. En dat je een soortje... er zijn zo'n grote Arabische gozer staan met een zieke baard, zo, weet je wel. En ja, die kan je gewoon naar binnen, kan je gewoon een datum plannen. Maakt niet uit hoe laat je komt, die kletst gewoon naar binnen. Die staaf, die gaat nauwelijks je neus in. En je gaat weer weg en een half uurtje later heb je die QR-code op je telefoon staan. Zo erg is het niet. Maar ja, het kan ook natuurlijk zo zijn dat ze het nu heel, heel toegankelijk maken. En dat ze het steeds erger aantrekken tot op een punt dat dit helemaal niet meer mogelijk is. Of ze schaffen het testen gewoon af, dan ben je helemaal fucked. Dus in zekere zin kan je er ook nu nog gebruik van maken, nu het nog kan. En als het niet meer kan, dan moeten we heel veel geld gaan missen. Op hetgene waar ik nog even wel wil clarifieren. Datgene waar ik me nu voor laat testen, dat is niet iets wat ik geboekt heb in de afgelopen anderhalf jaar. Dat staat al 2 fucking jaar gepland als het niet 2,5 jaar is. Dat is iets waar ik fucking 100 euro's heb uitgegeven. Een of andere fucking prisonscape. Hartstikke leuk. Ik ga het gewoon doen. Hè. We hebben dus hartstikke veel. Dus we moeten het doen dan met 20 man of zo. En dan moet je er gewoon 20 man op 1 datum krijgen. Dat is pijnlijk. Ik heb er niet heel veel moeite voor hoeven doen. Ik heb het vooral aangekeken in de groep, maar het is al pijnlijk om te zien. Dus nu gaan we ook gewoon. En dan laat ik me gewoon fucking testen. Wat doe je eraan? Hè? Ik hou het stand in steem. Kom dan. Ik hou het stand in steem. Houd de gat stand in steem, of wat dan? Nee, ik hou het hierbij, weet je wel. Vaccineren, niet vaccineren. Eigenlijk zou niemand er wat zou het aan, weet je wel, het gaat niemand wat aan wat je in je lichaam hebt gestopt. En voor welke reden, wat je gezondstoestand is. Als je wil meewerken aan een systeem. Weet je wat het is? Dat hele testen is zo. Ik vind dat eigenlijk best prima. Alleen nu met het hele gedoe eromheen en die gigantische pushcampagne rondom het vaccineren. Geeft het gewoon een gigantische nare nasmaak. Ik zou gewoon heel fijn vinden als ze ophouden met die fucking vaccins te verkopen. Want niet alles hangt daarvan af. Hè? En de mensen die het wel willen, doen het lekker wel. En de mensen die het niet willen, doen het lekker niet. Huh. Dit was poppenkast nummer 37. Nummer 37. Dit was poppenkast nummer 37. Veni Vidi, vaccinatie. Poppenkast 37, Veni Vidi, vaccinatie. Wat moet er nog meer over gezegd worden? Ik hoop dat dit de laatste is. Ik hoop dat er geen maatregelen meer komen. Ik hoop dat we elkaar na de winter zien op een moment dat het allemaal een beetje gekalmeerd is. Dat de Delta-variant, dat er niet een nieuwe variant is. Ik ben bang dat er gewoon gigantisch veel, ik weet niet hoe ik het moet noemen, gaat veranderen structureel. Dat gewoon nieuwe varianten maar blijven komen. Je ziet nu dat ze ook het griepseizoen erbij pakken. Dat er op een gegeven moment gewoon nieuwe ziektes gaan komen en dergelijke. Ja, het houdt niet op. Ik wil eerst nog afsluiten met een leuk grapje vanuit de Telegram-groep. Voor de luisteraars, dit is een filmpje van een gigantische toiletrol die wordt versleept door een vorkheftruck. En dan staat erbij, pas op, de lockdowns komen er weer aan. En ik wil nog heel even afsluiten met een kort filmpje van Georges Carlin. It's just one more way of reducing your liberty and reminding you that they can fuck with you anytime they want. As long as you put up with it. As long as you put up with it. Which means, of course, anytime they want.
because that's what Americans do now. They're always willing to trade away a little of their freedom in exchange for the feeling, the illusion of security. What we have now is a completely neurotic population obsessed with security and safety and crime and drugs and cleanliness and hygiene and germs. There's another thing, germs. Where did this sudden fear of germs come from? In this country, have you noticed this? The media constantly running stories about all the latest infections, salmonella, E. coli, hantavirus, bird flu, and Americans are, they panic easily, so now everybody's running around scrubbing this and spraying that and overcooking their food and repeatedly washing their hands, trying to avoid all contact with germs. It's ridiculous, and it goes to ridiculous lengths. In prisons, before they give you a lethal injection, they swab your arm with alcohol. Ja, jongens, en daar hou ik het gewoon bij. Dit is Poppenkast 37, Venevide vaccinatienummer 3. Iemand op straat, dinsdagavond laat, alles is dicht, brand niet eens licht. We kunnen nergens heen en ook niet te been, dus we blijven staan, want we kunnen niet gaan. We zagen maar mensen, maar die kijken naar Jensen, lopen we omheen. En ja, ik meen, we worden vast niet ziek, zolang het niet piek. Meestal slim, maar vaak gedimd. Toch voor de bakkers, niet voor alle rakkers. Zuurste bestuur, je adem onguur. Loop niet voor lul, je nek met een prul. Je hebt het gedaan,